al lange tijd niets geüpload. Ik ga ook niet weer wekelijks uploaden, misschien wel, misschien niet. Maar ga er maar niet vanuit, want het is verschrikkelijk druk. En ik ga wel gewoon regelmatig, iets regelmatiger uploaden. Misschien eens in de maand, misschien eens in de week. We gaan het zien. We hebben namelijk ook een nieuwe doelstelling. Je ziet het al eigenlijk aan de videotitel. Hoe ik 20 kilo ga afvallen, zo gaat hij waarschijnlijk heten. Laten we beginnen met waarom. Ik merk toch dat er best wel wat leden hier van de club en dat er wel wat andere mensen die mij kennen via Facebook en YouTube en noem maar op, niet begrijpen waarom ik uiteindelijk in totaal 40 kilo ben aangekomen vanaf 70 kilo naar 110. Eén simpele reden voor: kracht. Ik vind het leuk om een deadlift, om een squat zo hoog mogelijk te krijgen. En dat gaat nou iets makkelijker als je natuurlijk meer eet. Het herstel daarvan is natuurlijk een stuk makkelijker als jij een training doet en je teelt 180 kilo van de grond af. Dan is het iets makkelijker herstellen als je licht in een calorie surplus zit, als je iets te veel calorieën eet en dat je dan op die manier aankomt. Voordat ik uit ga leggen hoe ik 20 kilo af ga vallen, er zijn natuurlijk wel wat tips, wat tricks en laat ik een beetje mijn leven, mijn plan daarvoor zien, ga ik eerst vertellen waarom we dit gaan doen. Dus voor mij voornamelijk, die 20 kilo is voor mij een bijdoel. Dat is niet het hoofddoel. Ik voel me niet gelukkiger, beter als ik 20 kilo ben afgevallen. Ik zou het ook heel jammer vinden als die squat en die deadlift echt als een raket onderuit gaan. Dus ik wil echt zorgen dat die gewoon hoog blijven, dat die goed blijven. Dat ik bijvoorbeeld 20 kilo lichter ben en dat er 20 kilo van mijn squat is afgegaan. Dat gaan we over een heel tijdje zien. Over een heel tijdje gesproken, het gaat natuurlijk ook om de snelheid waarmee je afvalt. Ik wil het niet al te snel doen. Ik mik op 2 tot 4 kilo in de maand. Normaal gesproken, ik ga even goed licht staan. Normaal gesproken zeg ik hier tegen iedereen, joh, 2 kilo in de maand is prima. Tenzij je natuurlijk wat meer overgewicht hebt. Iets wat ik zelf inbouw, dat is ook gelijk de eerste tip, is dat ik eerst eens 3 maanden ga aankijken. Ik val lekker hier 3 maandjes af. En dan kan het zijn dat ik 2 weken of een maand op onderhoud ga eten. Zodat mijn lichaam een beetje kan wennen aan mijn nieuw fysiek, aan mijn nieuwe verbranding. Dus dan zorg ik dat ik 2 weken aan maand gewoon mooi, lekker even neutraal eet. Even het hoofd even leegmaken en huppakee. En dan daarna pas weer doorgaan. Dus in die maand val ik misschien niets af. In die maand val ik misschien wel veel af. Dat gaan we allemaal in de loop der tijd zien. Dus in ieder geval tegen de zomer zien we er weer helemaal strak uit. Zien we er gewoon weer netjes uit. Dan ben ik hopelijk 90 kilo. En vanaf die 90 kilo ga ik mezelf natuurlijk weer hoppakee vol eten. Zodat we die squat en die deadlift en het bankdrukken gewoon weer hoger kunnen krijgen. We gaan tussendoor ook even wat deadlifts doen. Laten we beginnen. Tip. Laten we dit zeggen eigenlijk geen tipvideo noemen. Laten we gewoon plan van aanpak video noemen. Nummer 1 wat ik natuurlijk logischerwijs als eerste ga doen is mijn voeding aanpassen. Dat doe ik wel op een iets wat andere manier als gewoon alleen maar gezond gaan eten. Ik eet op het moment 4900, laten we het afronden, 5000 calorieën per dag. Dat ga ik eerst veranderen naar plusminus 4000, dat mijn lichaam niet zo extreme klap krijgt. En dan na 2 weken ga ik even kijken wat er gebeurt. En dan pas ik hem aan naar plusminus 3500. En tussen die tijd, van die 5000 naar die 3500, zit dus 1 maand. 2 weken lang 4000, 2 weken lang 3500. Hoop ik dat ik niet een al te erge hongerklap krijg. En dat ik dan op die manier gewoon weer door kan gaan. En dan passen we na 1 maand aan indien nodig. Dat is eigenlijk tip nummer 1. Dus daar maak ik ook 2 verschillende voedingsschema's voor. Ik weet nu al wat ik de komende 2 weken ga eten. En ook die 2 weken die daarop volgen. Het tweede punt wat ik persoonlijk aanpak is verleidingen. Herken je verleidingen? Wat zijn de dingen die je lekker vindt? Kun je deze dingen blijven eten? Zou je deze dingen wat minder kunnen eten? Verbieden werkt meestal niet helemaal. Een voorbeeld voor mezelf. Met eten heb ik geen problemen meer. Vroeger toen ik jonger was wel. Toen had ik echt wel iets te veel. En dan kon ik echt lastig van bepaalde producten afblijven. Nou, ik train inmiddels 14 jaar. Waarvan, laten we zeggen, 9 jaar dat ik echt goed op mijn eten let.
Ja, die gewoonte is er zo erg ingestampt dat ik persoonlijk het probleem met eten niet meer heb. Iets wat ik wel lekker vind, dat is een biertje. Heerlijk. Ook tijdens mijn afslankproces of tijdens mijn aankomproces, maakt niet uit wat het is. Ik ga het bier niet verbieden. Ik heb wel een gouden regel voor mezelf. Eens in de week maximaal 3 speciaal biertjes. Dat is mijn regel. Daar geniet ik gewoon lekker van. Dat houdt mij gaande. En als je 90% van je eten goed eet, ik zou niet weten waarom dat niet kan. En hoe ik er nou voor zorg dat ik niet denk van, joh, het is weekend, laat ik er eens even eentje opentrekken. Simpel, om het niet in huis te halen werkt niet altijd, want soms loop ik wel eens in een winkel en denk, oh, lekker speciaal biertje, die heb ik nog niet op, want ik probeer vaak nieuwe. En dan loop ik ergens en dan wil ik het toch kopen. Prima, dat kopen doe ik, maar ik zet ze gewoon warm. De meeste bier is warm niet te drinken. Dus ja, als ik dan denk, joh, het is voor mij mijn weekenddag. Dan zet ik ze een dag van tevoren in de koelkast. Zijn ze koud? Geniet ik er gewoon lekker van. Heb ik ook wat om naar uit te kijken. Dan gaat mijn afslankproces vloeiend. Volgende puntje is het trainingsschema. Dat vind ik altijd wel een heel interessant punt. De meeste mensen die gaan bulken, kutten en dan komen ze met een kut, dus een afslankschema. Meer herhalingen, meer cardio erin, noem maar op. Meer supersets, trisets, et cetera. Persoonlijk, ik ben er geen fan van. Ik doe gewoon precies hetzelfde tijdens het bulken als tijdens het kutten. Maakt mij niet uit of ik droog train. Er zal in de loop der tijd als noodhulpmiddel, dan kan ik zeggen, joh, ik ga eerst mijn normale krachttrainingprogramma doen en dan bijvoorbeeld 20 minuutjes cardio erachteraan. Waarom doe ik dat? Ik vind het persoonlijk best riskant als je aan een programma bent gewend of aan een manier van trainen bent gewend en dan ga je het ineens 180 graden omdraaien. Als ik altijd lekker aan powerliften doe, ik zit lekker laag in herhalingen, wil ik ook gewoon graag mijn kracht behouden. Ik wil niet mijn voeding aanpassen, waardoor eventueel mijn prestaties wat slechter kunnen gaan en dan vervolgens ook nog een keer mijn trainingsprogramma helemaal aanpassen en iets anders gaan doen, waardoor dus ook mijn prestatie achteruit kan gaan. Die dingen niet tegelijkertijd. Je kan prima van trainingsschema wisselen, maar niet tegelijkertijd. Als je dus later een fout moet op gaan zoeken, op het moment dat je aan het afvallen bent en je denkt, joh, ik verlies best wel wat, in mijn geval best wel wat kracht, waar ligt het dan aan? Ligt het dan aan je voeding? Ligt het dan aan je trainingsschema's? Iets lastiger zoeken en dus ook weer veranderen. Punt 2 is natuurlijk never change a winning team. Waarom zou je een trainingsschema veranderen? Wat werkt? Je valt niet af als je hier aan het trainen bent. Je valt af in de keuken. Hier wil je gewoon volle prestatie leveren. Je kracht of je spiermassa behouden. Net wat je doelstelling is. En dus gewoon het trainingsschema volgen wat je bent gewend. Mijn voorkeur, het kan natuurlijk ook anders. We gaan lekker door. We hebben het net al even over verleidingen gehad en nu gaan we het hebben over obstakels. Wat zijn de punten waardoor jouw afslankproces langzamer kan gaan? Wat kan er fout gaan? En met obstakels bedoel ik iets anders dan verleidingen. Verleidingen is zoals bij mij als de bier koud staat en ik een harde werkdag heb gehad en het is toch bijna weekend. Joh, trek er één open. Dat is een verleiding, geen obstakel. Een obstakel is bijvoorbeeld, ik en mijn vriendin eten heel vaak gezond. Maar af en toe zegt ze, joh Raymond, zullen we even wat anders eten? Ja, dan ga ik ook niet de moeilijkste zijn, dan, weet je, dan eet ik gewoon mee. Of ze zeggen, joh, zullen we even uit eten gaan? Dat zijn obstakels. Dan heb je alsnog keuzes tussen hoe je daar natuurlijk mee omgaat. Waar je bijvoorbeeld uit eten gaat en noem maar op. Een ander obstakel is bijvoorbeeld, ik werk 's ochtends van ongeveer 6, van ongeveer 7 's ochtends tot 12 's middags. En in de middag ben ik vrij. Als ik natuurlijk 's ochtends om 6, 7 uur ontbijt en ik ben daarna om 6 uur later eet ik pas weer. Dan is daar een dieptepunt. Voor mij niet zo'n probleem, want ik ga kapot van de honger op dat moment. En dan eet ik gewoon een flinke bak rijst, kip en dan heb ik al de discipline om het gewoon daarbij te houden. Maar dat zou dus voor best wel wat mensen, kan dat een obstakel zijn. Dat als je uit je werk thuis komt, dat je dan net die dip hebt. En dan, als je je obstakel herkent, komt natuurlijk ook je verleiding. Als je dat eruit kan halen, als je weet van, joh, ik neem een extra banaantje mee of een extra boterhammetje naar mijn werk, noem maar op. Ja, dat is fantastisch en dan gaat het afvallen nog makkelijker. Let's go! So high.
Hoppakee. Zoals je waarschijnlijk zag, was ik erg blij met mijn nieuwe PR. Oftewel 210 kilo, dat is 10 kilo meer dan mijn vorige PR. Dit is dus simpelweg gewoon keihard bewijs waarom je niet moet wisselen van schema in mijn opinie. Dit is nou de tweede keer dat ik met dit programma een PR van de grond aftrek. Waarom zou ik wisselen? Het programma werkt kennelijk, mits er goed wordt gegeten en mits er goed wordt gerust. Uiteraard ga ik persoonlijk, ben ik daar geen fan van, ik ga geen PR's het komende half jaar doen. Om de simpele reden dat er een calorietekort aanwezig is in mijn lichaam. Dus ik zal ver bij de 1 RM vandaan blijven. Wat ik wel ga doen is setjes van 3 maximaal. Dus bijvoorbeeld, laten we zeggen, 3 keer 170, iets in die richting, 3 keer 180. Dan daarna rustweek en dan bouw ik mijn programma weer opnieuw op. Als je zulke klappen geeft aan je lichaam en aan je centrale zenuwstelsel en je voeding is in dat opzicht niet optimaal, is er een kans dat je niet zo goed herstelt. Persoonlijk werk ik ook 7 dagen in de week. Dus ik heb echt al mijn energie nodig en ik ben er gewoon niet zo fan van. Dat was hem weer voor vandaag. Heerlijke dag, lekker PR'tje. Ik zie jullie de volgende keer. Dit was Raymond Schultz, totstrengte.nl. Ignite your fire and grow stronger.